Mest, we kennen het allemaal. Het is een onmisbaar product voor de boer, maar het heeft wel twee kanten. Vandaag gaan we op zoek naar mest. Barend Meerkerk, adviseur voor melkveehouders. Heel veel bezig met de kringloop en dus met mest. Wat zie ik hier? Dit is een put met heel veel mest. Ja, dit is een opslag voor mest. Wat is het? Mest is eigenlijk het afvalproduct van alles wat een koe heeft gegeten en wat hij niet heeft kunnen verteren. En waarom is het zo'n belangrijk, waardevol, bijna onmisbaar product? Ja. Vanuit vroeger uit was mest een van de kostbaarste bezitten van een veehouder. Want zonder mest groeit er geen nieuw gras. Dus er is eigenlijk, het staat aan de basis van een hele hoop dingen. Ja. Maar je hebt ook zoiets als mestoverschotten. Ja, dat is als iemand meer mest op eigen bedrijf produceert dan die nodig heeft voor eigen gewas. Maar alle mest die hij overhoudt, is bij hem een overschot. Maar bijvoorbeeld een akkerbouwer kan het dan weer gebruiken om de gewas op zijn bedrijf te laten groeien. Oké, dus dan zou dat als een soort bijna product geëxporteerd kunnen worden naar andere gebieden? Het zou kunnen, ja, want er zijn overschotgebieden in Nederland en tekortgebieden. Maar toch proberen we die overschotten te beperken. Nou, om de overschotten te beperken zorgen we ervoor dat mensen niet te veel vee per hectare mogen houden in Nederland. En daarnaast kijken we met de kringloop van wat voer je aan mineralen, hoeveel voer je aan op je bedrijf en hoeveel voer je af. En dan proberen we dat in evenwicht te krijgen. Even gewoon simpel gezegd, ik kan me voorstellen als ze heel gericht eten, heel gericht eten krijgen, dat ook invloed heeft op de mestproductie. Ja. Ja, de mest is het restproduct. Alle mineralen die ze niet nodig hebben om te groeien of om melk te geven, die komen in de mest terecht. Dus als je minder mineralen voert, komt er uiteindelijk minder in de mest terecht. Barend, we staan nu in de wei waar ook mest ligt. Ja. Is deze mest nou net zo waardevol als de mest die we net zagen in de put? Nou, mest in de wei is in principe net zo waardevol als in de stal. Alleen het nadeel van mest in de wei is dat die wat minder goed verdeeld over het perceel ligt. Dus de mest die ik net zag in de put, die zou je bijna helemaal gelijk kunnen verdelen? Ja. Ja. Wat beter is voor het land? Ja, en de mest die in de put zit, die kun je ook nog met water verdunnen. En dan wordt de mest nog beter opgenomen door de plant. Vanaf 2016 is het voor iedere boer noodzakelijk om de kringloopwijzer in te vullen. De mineralenkringloop op de boerderij. Ik sta hier met Nico Nijn. Waar zijn wij nu? Wat is dit wat ik hier zie? Nou, wat je hier ziet, dat is onze graskuil. Dit is gras wat we vorig jaar hebben gemaaid. Opgeslagen op deze bult en dan luchtdicht hebben afgedekt. Om het te laten conserveren, zodat dat je winterdag of 's nachts voor bijvoeding weer gras hebt wat die koeien kunnen eten. Dus dit eten ze binnen, dit gras. En waarom maakt dit deel uit van de kringloopwijzer? De kringloopwijzer, dat is een management tool waarbij je de mineralenstroom op je bedrijf in beeld brengt. Wat je invult is de mineralen die je aanvoert. Dus wij voeren mineralen aan met ons krachtvoer wat we kopen en bijvoorbeeld met de kunstmest wat we kopen. Nou, er verdwijnen ook mineralen van de boerderij, bijvoorbeeld met de melk die weggaat, mest die je afvoert, maar ook dieren die het bedrijf verlaten. Nou, die kringloopwijzer, daarmee breng je dus in beeld hoe die mineralenstroom op jouw bedrijf lopen en hoe efficiënt jij jouw mineralen hebt weten om te zetten naar uiteindelijk die producten die je afvoert. Dat kan hartstikke interessante informatie opleveren. Op het moment dat ik bijvoorbeeld mijn kringloopwijzer rapportage, daar krijg ik een heel uitgebreid rapport van, als ik die vergelijk met mijn buurman. Mijn buurman zit eigenlijk in precies dezelfde omstandigheden als ik. Ja, dezelfde grondsoort, dezelfde weersomstandigheden. En het kan dus best zijn dat uiteindelijk blijkt dat mijn buurman met zijn graskuil, dat hij 10% minder krachtvoer nodig heeft om van te melken als ik. Nou, dan is het voor mij interessant om te weten van, hey, hoe kan het nou? Waar, zit die 10% verschil in? Waar komt dat vandaan? Je kan veel beter vergelijken, het is beter in kaart. En je kan dus wat meer van elkaar leren en uiteindelijk je eigen bedrijf optimaliseren. Ja. Het is uiteindelijk heel interessant om het van je eigen te zien, maar uiteindelijk wil je het ook vergelijken met anderen. Want dan kun je kijken waar de verbeterpunten voor jou zitten. Ja. We weten wat mest is, we weten waar het goed voor is, wat er belangrijk aan is. We hebben de hele kringloop onderzocht en we praten nu met Kees van Wijk, die al zijn hele leven melkveehouder is. Hebt u toch wel een beetje liefde voor mest of zegt u het stinkt nog steeds?
Ruiken doet het nog steeds, anders dan stinken. Maar ik heb inderdaad liefde voor mest. Want als je als veehouder echt wil slagen, dan moet je er alles aan doen om goede mest te krijgen en op een goede manier te verwerken. U doet mee als een van de 16 boerderijen aan het project Koeien en Kansen. Kunt u me daar iets over uitleggen? Nou, heel plat gezegd worden wij eigenlijk gevraagd van wat is nou eigenlijk de zin en de onzin van het beleid? Zijn er innovaties? Gaan jullie nou eens aan de slag? Hoe moeten we dat nou het makkelijkste oplossen? Dus zijn er oplossingen voor te vinden? Nou, voor heel veel problemen zijn er inderdaad oplossingen voor te vinden. Nou, mest is er bijvoorbeeld eentje van. Noemt u mij eens een onzin als het om mest gaat? Met voeren zoveel fosfaat in het voer stoppen, door je eigenlijk een fosfaatoverschot krijgt. Dus alle fosfaat die ik niet, en dat geldt trouwens ook voor stikstof, die ik niet in mijn voer stop, ja, die krijg ik ook niet terug in mijn mest. Dus we moeten ontzettend goed opletten wat we in de voeding stoppen. Ja, inderdaad. Dus wat we erin stoppen, komt er ook weer uit. Dus stoppen we er niet in, komt het er ook niet uit. Dus we hebben geen overschot om mest wat de kubieke meters, dus wat de hoeveelheid betreft, maar gewoon wat de mineralen aangaat. Dus ja, als je nou probeert met het voer om daar minder mineralen in te stoppen, ja, komen er ook minder uit. Wat is het ideale gevolg van het project Koeien en Kansen voor u? Voor mij is het ideale gevolg als ik een duurzaam bedrijf heb met een gesloten kringloop en zonder mestoverschot. Helemaal niks, gesloten kringloop. Ja.